Veel mensen denken dat het niet lekker is, maar vooral denken heel veel mensen dat het lastig te bereiden is. Of ze weten niet hoe ze het moeten bereiden. Ze zijn vaak in de veronderstelling dat je aubergine, voordat je het gaat bereiden, nog een half uur moet laten rusten met zout. Zodat het vocht eruit trekt. Nou, dat is eigenlijk al lang niet meer nodig, want tegenwoordig zijn de aubergines die in Nederland geteeld worden zo goed dat dat niet meer nodig is. En veel mensen denken ook dat het heel veel vocht opneemt en dat het een soort sponsig wordt. Ja, dus dat zijn allemaal barrières voor mensen om niet met aubergines aan de slag te gaan in de keuken. Terwijl eigenlijk is de aubergine super eenvoudig te bereiden en hoef je hem dus niet een half uur van tevoren al uit te laten lekken. En is hij heel veelzijdig en kan hij met allerlei andere ingrediënten en groenten en kruiden worden gecombineerd. De rondje die zijn nog met olijfolie. Draait je olijfolie. Hoppakee, nog wat meer. Ik ben gek op olie. Wat vind jij lekker? Hoe vind jij hem? De aubergine lekker? Ja, dat is een goede vraag. Want ik eet zo vaak aubergine. Ik gooi het eigenlijk bijna overal in. Wat ik heel lekker vind is melanzane, Italiaans lasagne. En dan gebruik je eigenlijk in plaats van lasagnebladen, gebruik je plakken aubergine. En die grill je dan eerst en daar bouw je dan vervolgens een lasagne mee. En ja, dat vind ik altijd een super lekker gerecht. En ik probeer ook altijd wel op te letten dat ik wat minder koolhydraten eet. Nou, een aubergine is bijvoorbeeld echt wel een goede groente, waarmee je heel makkelijk bijvoorbeeld aardappels kunt vervangen. Daarnaast past het ook heel goed in vegetarische gerechten. En wat ik bijvoorbeeld ook lekker vind, wat we net ook geproefd hebben, is een curry met aubergine. Ja, wat past er goed bij? Bij een aubergine? Wat past er goed bij? Nou, ik vind het altijd erg lekker met tomaat. Met allerlei kruiden gaat het heel goed samen. Dus bijvoorbeeld knoflook, oregano. Eigenlijk allerlei soorten kruiden. Het past eigenlijk met heel veel groenten. Want de aubergine heeft een hele neutrale smaak. En het is eigenlijk een soort van smaakkatalysator, wordt het ook wel genoemd. Omdat het de smaken en de geuren van de producten waarmee het wordt gecombineerd overneemt. Past bij veel. Klopt, het past bij heel veel, ja.